Goedemorgen en welkom bij deze eerste, allereerste unboxing van de Mobile Revolution. En we beginnen vanaf de eerste keer met een interessant toestel. Of toch op zijn minst een toestel waar een heel interessant besturingssysteem op staat. Een nieuw besturingssysteem. Een besturingssysteem waar velen van jullie erg nieuwsgierig naar zijn. Windows Phone 7. Deze HTC 7 Trophy heeft ook enkele leuke specificaties naast het geïnstalleerde Windows Phone 7. En dat zijn de 1 GHz processor, een 3,8 inch touchscreen, een fotocamera van 5 megapixel, geschikt voor 720 pixel videoopnames, HSDPA en wifi internet, standaard natuurlijk, Microsoft Office, wat je wel mag verwachten op een Windows Phone. Exchange ondersteuning, ik herhaal mijn opmerking, en een intern geheugen van 8 gigabyte. Laten we dat doosje een keer openen en een eerste kijk nemen. Klaar. Voilà, de HTC 7 Trophy. Eerste Windows Phone 7 toestel verkrijgbaar in België. Direct even naar de hardware kijken. Klein toesteltje. Vergelijk het maar eens met de HTC Desire. Klein toesteltje. Eerste indruk wel goed. Wat valt er hier op? De 3 Windows 7, Windows Phone 7 toetsen. Op dit moment plechtig samen beleven. Dacht ik tenminste. Ik heb deze telefoon al eens vast gehad en toen was ik er niet zo van onder de indruk. Maar nu met dat zilver randje ziet het toestel er eigenlijk wel kwalitatief uit. Zo voelt het ook. Hier die camera. Flitser. Speaker waarschijnlijk. Windows 7 Phone. Oh, ik blijf Windows 7 zeggen. Windows Phone. Laten we een keer kijken wat er nog in het doosje zit. Handleidingje. Contactus. Snelstartgids. Garantie. Informatie. De nieuwe standaard HTC adapter. Even laten zien. Headset en een micro-USB kabel. Voilà. Erg gele telefoon van binnen, zijn we niet gewend. Van HTC. Oké, zo dan misschien. Ja, oké. Klaar voor de eerste boot van deze HTC 7 Trophy met Windows Phone. Scherm maakt de eerste goede indruk. Al vind ik de kleur iets wat alarmerend. Ah, maar dit ziet er toch al een pak beter uit. Nog geen Nederlandse ondersteuning. Standaard code. Ah, Amsterdam. Next. Voilà, Windows Phone 7 is volledig opgestart op deze HTC 7 Trophy. Ik probeer nog even te ontdekken waar ik mijn bereik terugvind. Want de gsm zegt dat ik geen bereik heb. Dus ik ga nu... dat Internet Explorer logo zie ik toch niet zo graag staan. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar ik ben geen Windows Mobile fan. Absoluut niet. Dus ik ben erg nieuwsgierig naar deze nieuwe Windows Phone.
Het zou een nieuwe start voor Microsoft kunnen zijn op het mobiele platform. Ze hebben dat echt nodig, denk ik ook. Dus ik ga deze telefoon de komende dagen met heel veel plezier uittesten. Misschien voeg ik nog een korte rondleiding aan deze unboxing toe. En anders komt die mee met de review. Goed, tot de volgende!